Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik mijn favoriete producten van augustus zien. Het mandje is erbij gepakt. Hij lijkt redelijk vol te zitten. Want er zit echt een kop op en ik hou nu zelfs een product vast. Dus ik ga je gewoon laten zien welke producten ik heel erg fijn vond. En voor mij is het ook altijd weer even een verrassing wat ik ook alweer allemaal uitgeprobeerd heb. Want dat weet ik vaak ook vanaf het begin van de maand niet helemaal meer. Maar ik ga het je laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste wat ik heb is het Peachy Blossom Blush en Highlighter Paletten van Essence. En dat is deze. Het is een heel mooi palette. Hij heeft verder geen naam gekregen, maar dit is een palette met 2 kleuren highlighter en 3 kleuren blush. Er zit een smal spiegeltje in de binnenkant. En dan zijn dit de producten die erin zitten. Heel mooi. Ik vind de kleuren heel mooi op elkaar afgestemd. Dat vind ik altijd fijn met dit soort palettes. Hè. Soms dan heb je wel eens een... Als je vaak los gaat mengen, dan is het nog wel eens zo dat je dat bijvoorbeeld net niet helemaal passend vindt. En dat vind ik met dit soort palettes wel. Ik heb het even geswatcht. Ik vind dat het op mijn hand niet heel duidelijk overkomt. Maar op het gezicht zag het er echt heel erg mooi uit. Ik haal gelijk even de swatch weg, want anders dan smeer ik alles onder. En dat vind ik altijd heel vervelend, want het zit helemaal aan mijn handen. Op het gezicht zag je het heel mooi terugkomen. Ik vond het hele mooie tinten, zoals ik zei, die goed bij elkaar passen. Dus ja, ik vond dit paletje echt heel erg fijn en ja, ook gewoon heel erg mooi om te zien. Dan heb ik van Max & More het Nude Lipstick Collectie doosje eigenlijk. Dit is een doosje waar dus 6 kleuren lipstick in zitten in nude tinten. Is geschikt eigenlijk voor iedereen die houdt van nude, staat achterop. En ze matchen met alle skin of huidstypes, moet ik eigenlijk zeggen. Als je het doosje dan opent, dan zijn dit, zo ziet de binnenkant eruit. Er zit nu nog een plasticje overheen, waardoor de lipstick niet gaat vallen. Ik ga niet alle kleuren swatchen, ik zal er gewoon eventjes een paar uithalen om te laten zien. Ik vind dit soort paletjes ook wel heel erg leuk om bijvoorbeeld cadeau te geven aan een lipstick lover. Onder de kleuren staan ook de bijpassende namen. Vind ik zelf ook altijd wel heel erg leuk. Dit zijn dan de hulzen. De hulzen die voelen wel een beetje goedkoop aan. Het is echt plastic. Ik denk ook als je 1 keer dit laat vallen, dan is die hele dop gebarsten. Maar goed, het kost ook niet superveel. Dus we kunnen ook niet alles verwachten. Zo ziet deze kleur eruit. Ik heb nu de kleur Mousse gepakt. En ik zal gewoon eventjes een paar kleuren swatchen. Ik ga ze er niet allemaal uithalen, denk ik. Maar ik kan het wel eventjes doen. Dat is misschien voor jullie wel leuk. Love Story is dit. Nou, dan kan ik ze net zo goed allemaal even swatchen. Niks is zo veranderlijk als het weer, hè. Ik ben een heel veranderlijk mens op dit moment. Dan heb ik de kleur Dreamer. Dat is net weer een wat lichter tintje. Ze hebben heel regelmatig van dit soort boxen bij de Action. Ik geloof dat ze zo'n 5,95 kosten. Volgens mij nog geen 6 euro. Maar goed, met de prijzen die stijgen moet je hem er ook niet op vastbinden. Dit is de kleur Cliché. Ook een mooie kleur. Ze blijven ook heel goed zitten. Dat viel mij ook heel erg op. Ze bleven echt met eten en drinken perfect op zijn plek zitten. Ja, als je echt gewoon heel veel warm gaat eten. Kijk, nu smeer ik het er helemaal onder. Dan kan ik niet zo goed handelen. Als je echt met warm eet of zo, verdwijnt het wel. Maar gewoon met koek of zo eten gaat het prima. Dan hebben we hier de kleur Soulmate. Dat is zelf ook wel persoonlijk een van mijn favorietjes. Vind ik ook een hele mooie tint. Ik zie wel dat ik dan eerst heel begin met breed swatchen en daarna worden de swatches wat kleiner, omdat de ruimte op mijn hand dan een beetje opraakt, zeg maar. Ze zijn ook heel zacht qua textuur, dus ze brengen daardoor ook heel makkelijk aan. En de laatste kleur is Never Nude. Het is een wat donkerdere kleur, maar ook wel heel erg mooi. Ja, het ziet er eigenlijk een beetje triest uit, die swatches nu. Maar goed, maakt niet uit. En dan zijn dit de swatches. Zoals je kunt zien, hele mooie nude tinten. Ik zeg er altijd bij, nude moet je ding zijn. Niet iedereen houdt er meer van. Het is natuurlijk een aantal jaar geleden heel erg een ding geweest. En tegenwoordig lijkt het iets minder. Maar
ja, je ziet het toch wel weer vaker terugkomen. Ik vind het wel een hele mooie doos met 6 kleuren lipstick die mooi blijven zitten en goed aanvoelen op de lippen. Vind ik ook altijd belangrijk. Dan heb ik hier 2 oogschaduwpaletjes van Catrice. En dat zijn de Color Blast oogschaduwpaletjes. En er zit dus in deze paletjes een wateractiverende cakeliner in. Ik heb hier allereerst de 020 Blue Meets Lijm. Dit is een paletje met wat blauw en groen tinten. Er zit een vrij klein en smal pincetje. Of een pincetje wou ik zeggen, nee. Kwastje bij. Kijk, dat ziet er dan zo uit. En daarmee kun je dus die cakeliner zetten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat niet geprobeerd. Want ik vind de combinatie van oogschaduw die ik nat maak, dat wordt nooit heel erg mooi voor mijn gevoel. Je ziet wel heel duidelijk aangegeven, want deze blauwe kleur is dus die cakeliner. Dat staat erin met een waterdruppel. Ze hebben ook allemaal namen gekregen. Een heel leuk palet waar je echt leuke looks mee kunt maken. Dat moet wel je ding zijn natuurlijk, want dat is niet voor iedereen. Maar dit is de pigmentatie en die is prima en is ook nog heel goed op te bouwen. Het blendt mooi in, dus dat vind ik zelf altijd heel erg belangrijk. Want ja, als het ook niet lekker blendt, dan kun je eigenlijk al niet heel erg fijn een ooglook maken. Dus dat was de blauwe variant. Ik heb ook deze variant, een beetje een oranjige. En dat is de 010 Tangerine Meets Lilac. En ja, hier zit dan ook wederom gewoon weer zo'n kwastje bij. Ook weer die cake liner. En hier zitten dus dit soort tinten in, wat ik zelf heel mooi vind. Het wordt ook eigenlijk gevarieerd van matte kleuren en shimmers. Dus ja, dit zijn de kleuren. Deze lijken iets minder heftig qua swatch, maar waren ook wederom echt heel goed op te bouwen. Met swatchen doe je natuurlijk alleen maar even een keer je vinger door de poeder heen. En dan denk je al snel, het lijkt niks, maar op je ogen kun je het beter opbouwen. Dus 2 hele mooie paletjes waar ik ook wel weer heel erg blij mee ben. En die ik met veel plezier zal gaan gebruiken. Ja, ik moet gewoon eventjes een beetje gaan kijken, want het zit allemaal een beetje door elkaar heen en dat maakt het een beetje lastig. Dan heb ik een aantal producten uit de Hello Kitty collectie van Essence. Ik heb hier een losse video over gemaakt. Deze collectie vloog ook de winkel uit. Ik heb hier allereerst de Caring Share lipstick en ik word zelf ook heel erg blij van dat Hello Kitty'tje wat overal op staat. Deze heeft de naam 01 Vince Find Something Sweet in Each Day. Er wordt aangegeven dat het een transparante lipstick is. Maar ik zag toch echt wel dat hij kleur gaf. En tegelijkertijd verzorgt hij je lippen. Zo ziet hij eruit. Het is een leuk kleurtje. En ja, ik vind echt dat er meer kleur afkomt als dat Essence omschreef. Dus dat vond ik zelf wel heel erg tof. Dit is de swatch, maar op mijn lippen zag hij er echt heel erg mooi uit. En ook die verzorging erbij, dat vond ik zelf gewoon ja, echt een hele fijne extra. Dan heb ik ook uit die collectie de blush lighter. Dit is dus een highlighter en blush in 1. Hij heeft de naam 01 It's the Inside That Counts. En hier staat een hele mooie Hello Kitty in geperst, wat ik heel leuk vind. En om de omlijnende gebied, wat dan ook de highlighter is, zie je de strikjes van Hello Kitty. Hele mooie, ja, eigenlijk zeg ik dat het omgevende de highlighter was, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want je ziet eigenlijk, als je heel goed kijkt, voor jullie zal het niet te zien zijn, in die roze Hello Kitty contour al een hele gouden glans zitten. Maar zoals ik zei, dat is voor jullie niet zo goed zichtbaar. Zo ziet het eruit. Ook op de swatch komt dat niet echt over. Maar je moet echt heel goed kijken. Waardoor je dus eigenlijk een blush en highlighter in één hebt. Ik heb hem zelf wel eigenlijk echt wel meer als blush gebruikt. Dus ik vond hem als highlighter best wel aan de heftige kant. Maar ik vond hem heel mooi en ja, echt een hele leuke kleur. Je kunt de kleuren ook gemengd gebruiken. Het pronkstuk uit de collectie vond ik het spiegeltje. Die vond ik echt super leuk.
Deze heeft de naam 01 Make Today Amazing gekregen. En het is een heel erg mooi spiegeltje met een soort dubbele dekking waar dus allemaal glitters in zitten. En de achterkant is van nepleer. De binnenkant is goud. En dan heb je een klein spiegeltje en ook een vergrotend gedeelte. Dus dat vond ik echt heel fijn. Of eigenlijk een klein spiegeltje. Een spiegeltje die je gewoon je gezicht laat zien zoals het is. En een deel wat vergroot. Heel erg leuk spiegeltje. Het is een handig formaatje. Het is alleen jammer, hij klikt niet dicht. Dus hij is wel open. Dus met meenemen heb je wel het risico dat hij makkelijk open zou kunnen springen. Maar goed, dat is misschien iets waar je ja, misschien wel makkelijk doorheen kunt kijken. Ook waren er twee glowing lip glossjes. En ik vind die verpakkingen echt prachtig. Want in die doppen zitten dus van die glitters of sparkles. Het heeft vast een andere naam. Maar ik vind het er heel erg mooi uitzien, wat heel tof is. Ik heb hem in de kleur Sweeter Days Ahead. Dat is een beetje de gele tint. Het zijn lipglossjes die een hele mooie glow geven. En waar een subtiel glittertje in zit. Ik zal ze even swatchen. Ik zal ook even de applicator laten zien. Die is vrij basic. Ze hadden een hele frisse, lekkere geur. Dat vond ik echt heel erg fijn. En dan hebben we ook nog de 01 Today Just Got Cuter. En dat is een beetje met een roze ondertoon erin. Ook deze ruikt weer super lekker. Een beetje naar snoepjes eigenlijk ruikt. En dat vind ik altijd wel heel lekker, zo'n zoete geurtje. Dit zijn de swatches. Je ziet het eigenlijk niet heel goed, want ze zijn transparant. Maar op je lippen hebben ze een hele leuke glitter. En zijn ze echt wel heel mooi glanzend. Dus dat vond ik zelf wel heel erg leuk. Wat ook nog leuk is om bijvoorbeeld deze te combineren met de lipstick. Dat heb ik zelf geprobeerd en dat gaf ook een heel erg leuk effect. Maar je kunt hem ook gewoon combineren met een andere lipstick. Dus ja, dat is ook nog leuk om te doen. Dan twee... Long Lasting Glitter Topcoats van de HEMA. Ik vind af en toe een glitter op de nagel heel erg leuk. En ik had deze toen in de sale gekocht bij de HEMA. Even kijken of ik die namen nou kon lezen. 307 Silver Stars. Het is dus inderdaad een zilveren topcoat. Het brengt heel mooi aan. Het ziet er echt super leuk uit. Het eraf halen is iets lastiger. Ik doe dat zelf altijd eventjes met wat wattenschijfjes die ik in stukjes knip. Die doop ik in de nagellak remover en die wikkel ik om mijn nagel heen met een stukje aluminiumfolie. En dan gaat dat zeg maar losweken. Dus dat is deze. Ik zal hiervan even het applicatortje laten zien. Maar het is eigenlijk ook gewoon heel erg leuk voor feestdagen natuurlijk. Het is een basic applicator waarmee je de nagellak of de topcoat prima kunt aanbrengen. Dus dat was die. En ik heb dan ook nog een gouden variant. Dat is deze met de naam 306 Glitter Gold. En het is eigenlijk precies hetzelfde. Gewoon een leuke glitter topcoat waarmee je net een extra glitter aan je nagels kunt geven. Brengt best wel goed aan. Ik heb zelf wel gekozen voor twee laagjes, omdat het soms moeilijk is om de glitters te verdelen. Maar ik vond het resultaat op de nagels er echt wel heel erg leuk uitzien. Dan heb ik van Catrice de Soft Glam Filter Fluid. En dit is een glow booster. Dat is deze. Ik heb hem in 1010 Fairlight. En dit is eigenlijk een product wat je gezicht een soort soft glam filter zou geven met een lichte dekking. Hij heeft echt wel, kijk, een hele brede applicator om aan te brengen. Dan ga ik hem even swatchen. Dan hoop ik niet dat ik de hele boel ondersmeer. De dekking is inderdaad vrij licht. Maar op zich kun je hem ook wel opbouwen. Zo ziet het eruit. Ik moet zeggen, ik zag niet zo heel erg veel terug van dat soft glam filter effect. Maar het product zelf voelde heel erg licht aan en heel fijn eigenlijk op mijn huid. Ik vind het ook van die fijne producten die je kunt gebruiken als het warm weer is. Dat je niet het volle gevoel wil hebben van de foundation. Maar dat je wel eigenlijk je gezicht net een beetje misschien wat wil verdoezelen met plekjes. Dan is dit echt een heel erg ideaal product. Hij is verkrijgbaar ook in meerdere tinten. Dus ik denk dat er bijna voor elke huidskleur wel geschikte tint te vinden is. Maar ik vond hem wel heel erg fijn. Ik vond het een bijzonder product wat ik nog niet eerder had geprobeerd. Maar hij beviel me in ieder geval goed.
Dan van Essence heb ik de Gimme Glow Luminous Highlighters. En ik heb allereerst deze. Dit is de 010 Glowy Champagne. Het is gewoon een highlighter met licht reflecterende pigmenten. Ik vond dat roze doosje natuurlijk weer fantastisch. En de leuke reliefjes die in de poeder geperst zijn. Hele veel fijne mooie highlighter die er echt heel erg mooi uitziet. Dus daar werd ik heel blij van. Ik heb hem ook in de tint 020 Lovely Rose. Dus eigenlijk verder precies hetzelfde. Alleen de tint is natuurlijk anders, wat logisch is. En die ziet er dan zo uit. Dus ook echt wel hele mooie highlighters hoor. Ik hoop dat het met de zwart net zo mooi overkomt als dat het op mijn gezicht overkwam. Ik heb ze hier geswatcht, maar het valt me op camera om aan jullie te laten zien toch een klein beetje tegen. Want op mijn gezicht was het mooier, maar je kunt, als je heel goed kijkt kun je het wel zien. Ook mooi op te bouwen, mooi te blenden. Dus echt hele fijne highlighters. Want als je soms van die strepen krijgt op je gezicht, dat vind je natuurlijk niet zo mooi. Maar deze zijn ook echt heel erg mooi. En daar was ik heel blij mee. Dan had ik een Hair Upstyling Brush van Lee Stafford. En het schijnt zo'n TikTok-hype te zijn. Dit is even de huls. En dan is dit het borsteltje. Het is een borsteltje met fijne haartjes. En hiermee kun je dus hele strakke staarten bijvoorbeeld maken. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak dat dit gedeelte. Met een gewone borstel krijg ik dit niet strak. Omdat het altijd een beetje bol staat. En omdat dit een vrij smal borsteltje is, kun je heel makkelijk dus zo... Ik weet niet of dit me goed gaat doen wat ik nu doe. Zo over je haar heen gaan. En kun je eigenlijk alle haren heel mooi strak meepakken. De achterkant kun je ook nog gebruiken om bijvoorbeeld een beetje een scheiding te maken. Ik vond het echt een heel fijn borsteltje. Vooral inderdaad om dat haar net wat strakker te trekken. Ik heb altijd het probleem dat bij mij hier zo, waar je haar groeit, komen altijd van die kleine babyharen. Die gewoon nog niet lang genoeg zijn om mee te pakken. En zelfs die kan ik nu wat omhoog werken met bijvoorbeeld een beetje haarlak. Dus echt een heel fijn borsteltje. Dus daar was ik ook echt wel heel erg enthousiast over. Maar ja, en eigenlijk werd ik er gewoon heel erg blij van. Dan had ik een Labello. Dat is deze. Ik ben dol op Labello. En dit is een Naturally Vegan Labello met Icee Beer en Sea Butter. Ik heb hem op een Nederlandse webshop gekocht. Maar kijk, de verpakking is helemaal in het Duits. Dat kun je hier ook heel goed zien, want hier staat neu. Het is echt een Duitse verpakking. Dus dat vond ik bijzonder. Dus ik denk dat die misschien officieel alleen in Duitsland verkocht wordt. Dat je hem misschien ook niet in Nederlandse schappen zult vinden. Maar dit is dus gewoon eigenlijk zo'n zo'n Labello die met natuurlijke ingrediënten is gemaakt. Ik vind je kunt ze herkennen aan die hulzen, want die hebben dan deze donkere streepjes erin. Dat had de groene variant ook. Hij ruikt heel lekker. Echt naar bosbessen. En dan ziet hij er zo uit. En het is echt wel een hele fijne Labello. Ik kan hem swatchen. Ik had zelf het idee dat hij een licht kleurtje afgaf. Maar als ik nu kijk, denk ik van volgens mij gebeurt er helemaal niks. Want ik heb hem hier geswatcht. Maar het is een Labello die mijn lippen ook weer lekker soepel houdt. Ik gebruik altijd, ook voordat ik ga slapen, altijd lippenbalsem of iets. Want ja... Ik smeer dat ook 's avonds de hele avond door wel op. Omdat ik gewoon echt heel snel last heb van droge lippen. En ik vond deze, omdat hij op natuurlijke basis is, ook wel goed. Helemaal omdat ik merk dat vooral mijn huid is gewoon wat gevoeliger. Dus het is wel fijn dat steeds meer dingen vegan worden. Maar voor mijn lippen maakt het niet zo heel veel uit. Want ik kan ook gewoon tegen de gewone Labellos. Maar ik was gewoon heel benieuwd naar deze variant. Maar die bevalt me ook wel heel erg goed. Dan blijven we even in de lippenbalsems, want dan heb ik er nog vier van Essence. En dit zijn de Hardcore lippenbalsems. En hier zit almondolie en er zit nog wat in, maar dan moet ik even kijken. Sweet almondolie, dat stond er. Ik heb ze in een aantal kleuren. Dit is de 04 Lucky Lemon. Het zijn hele fijne lippenbalsems die gewoon heel fijn aanvoelen. En het leuke is, er staat dus zo'n klein... hartje in, zoals je kan zien. Ik zal ze even swatchen, maar je zult ze niet allemaal zien. Ze hebben niet echt een geur, ze zijn geurloos, dus dat is op zich wel lekker. Dus dat is deze variant. Al had ik het idee dat ze toen wel meer een geur hadden, maar misschien ben ik helemaal in de war. Dan heb ik hier de 02
Sweet Strawberry. Ik vind de teksten vaak een beetje klein. Dat is deze. Even zo doen, anders zien jullie niks. Dat moet niet. Ook weer dat leuke hartje erin. Ja, deze heeft wel weer toch wel echt een lichte kleur of geur. Ik dacht eigenlijk dat dat bij die lemon ook zo was. Maar het kan ook komen dat ik nu de geur in mijn neus heb zitten van dat doekje waar ik die zwartjes mee weghaal, hoor. Ja, het zijn fijne lippenbalsems die mijn lippen lekker voeden ook. En die fijn aanvoelen. En sommige geven een lichte tint ook af. Dan is dit. Oh jongens, 02 Cozy Cherry. Ja, de teksten zijn zo klein. Een beetje een rode, rozige kleur. Nee, meer rood. En ja, ik vind dat hartje gewoon heel leuk. Ja, deze heeft wel echt een sherry geur. Maar het ligt nu gewoon aan mij wat ik in mijn neus heb zitten. Van die doekje, van dat doekje. En je merkt ook gewoon doordat er verzorgende producten in zitten dat ze fijn aanvoelen. En de laatste die ik heb, dat is de 03 Wild Watermelon. En dat is deze roze. Ook heel leuk. Deze ruikt echt puur naar watermeloen. Dat is zo lekker. Ik vind de geur van watermeloen heel lekker altijd. Ik weet niet wat dat is. Ik heb ze geswatcht. Sommige heb je een licht tintje van. Maar over het algemeen zijn ze voornamelijk wel transparant. Alleen deze die heeft een wat donkerdere kleur. Maar echt wel hele fijne lippenbalsems. Dan ben ik toe aan de laatste producten. En die komen uit een limited editie van Catrice. Namelijk uit de Summer Obsessed collectie. En ik heb hier allereerst de Multi-Use Scrunchie. En die heeft de naam C01 Sweet Butt Sessie gekregen. Het is een hele leuke scrunchie. Dit is de scrunchie. Ja, al mijn haar zit eraan. Nou, gooien we wel even op de grond. En je kunt dit dus loshalen. Deze kan er helemaal af. Maar je kunt hem eraan laten. Waardoor je, kijk, wacht even. Zo heb je alleen de scrunchie. En zo heb je hem bijvoorbeeld voor een haarband. Die kun je ervan maken. Maar je kunt hem ook aan je tas hangen. Ik doe hem weer even terug aan de scrunchie. Want ik vond dat gewoon heel erg leuk staan. Maar je kunt er echt heel veel kanten mee op. En dat vond ik zelf wel heel erg leuk. Ik vind dat dan wel leuk, zo'n extra accessoire. Ik heb heel dik haar en om mijn haar past er hier zelfs 3 keer heen. Dat vind ik altijd wel een goed punt, want dat gebeurt niet altijd overal. Maar het is een hele leuke scrunchie. Dus die ga ik straks ook lekker opbergen. En het is leuk dat hij dus meerdere kanten op kwam. Als tassenhanger, als haarband en gewoon voor op je hoofd. Dus super leuk. Die. Dan 2 kleuren nagellak. Ik heb hier allereerst de C01 See You Soon. Hele toffe blauwe kleur vond ik dit. Dat was echt heel erg leuk. Mooie dekking ook. Oh, krijg ik dat potje open? Dat wordt denk ik lastig. Nou, gelukkig dat hij maar bij 1 potje open hoeft. Die andere laat ik mooi dicht. Gaat even om het kwastje. Kijk, dit is de applicator. Maar ik vond de geur niet zo lekker. Ik vond dat er een gek geurtje afkwam van die nagellak. Als je die op je nagels had aangebracht. Gelukkig ging die wel weg hoor. Nadat je je handen had gewassen. Maar ik werd er niet per definitie heel blij van. Maar de dekking vond ik wel heel erg leuk. Het zag er leuk uit. En ze hadden hem ook nog in de kleur C02 Catching Sunsets. En dat is een beetje een paarse tint. Ook wel heel erg leuk. Maar ook deze had die geur. Dus ja, die geuren, ik weet niet wat het was. Maar die waren niet heel erg aangenaam. Dan waren er 3 bronzing cushion sticks. En dat zijn deze. Dit is de kleur C01 Sun of Rhodos. En dat is dus gewoon een stick. Kijk. En er zit een kussentje op en daar komt dus de bronzer uit. Nou stippel ik hem een beetje op mijn hand, zodat je wel een beetje de zwart ziet, want ik heb hem ook uitgebreid getest in een video. De volgende kleur, dat is de C03 Sun of Santorini. Ik breng het weer niet goed over. Dit is een donkere kleur. Ik had eerst die andere moeten pakken, maar ach, we zijn er toch bezig. Altijd zo leuk hè, met dit soort video's dat je helemaal onder de zwartjes zit. En de laatste die ik dan had, dat was de C02 Sun of Mykonos. Ik
spreek het niet goed uit, maar ik ben niet zo goed in al die talen. Dat is deze. Het zijn mooie blusjes die je fijn aanbrengt en je kunt ze heel erg mooi inblenden. Dat vind ik zelf altijd heel belangrijk, want ja, als je echt hele strepen krijgt, ziet dat er niet uit. Maar deze waren goed te blenden. Ik heb ze eventjes hier geswatcht en dan zie je even wat het doet. Maar je kunt, ja, omdat je ze goed kunt blenden, was het resultaat heel mooi. Zelfs bij de wat donkere kleuren. Ik dacht in eerste instantie, het ziet er heel donker uit. Maar als je het dan afmaakt met een blush en highlighter, was het gewoon heel erg mooi om te zien. Dus daar werd ik blij van. De laatste drie producten uit die collecties, dat waren de Cooling Lipolies. Ik heb hier allereerst deze variant. Dit is de Cedel 2 Lemon Spritz. En het bijzondere is, het is gewoon een lipolie. En als je die in de koelkast zou leggen, dan wordt dit gedeelte heel koud. Want het heeft een ijzeren applicator waar je het mee aan kan brengen. En als die heel koud wordt, dan wordt de lipolie heel verkoelend. Ja, hele lekkere lemongeur. Ik zal ze even swatchen, maar ik denk niet dat je er heel veel van gaat zien helaas. Maar ze waren wel heel fijn, want ze maakten mijn lippen echt heel erg lekker zacht. En dat vond ik wel heel fijn. Dan is dit de Ceno 3 Decimi Uprolling. Dat is een oranje tint. Ja, het waren gewoon fijne lipolies. Waar je gewoon, ja, sommige geven een lichte tint af, maar daar moet je eigenlijk vooral niet op vastpinnen. De laatste die ik heb, dat is de C01 Wildberry Lilette. En dat is de paarse variant. Ook heel mooi om te zien hoor. En dan zie je hier dat ze een lichte tinten hebben. De oranje en de paarse kleur. Maar het zijn hele fijne lipolies. En vooral als je ze in die koelkast legt, dan wordt het zo lekker koud dat je echt een hele fijne, fijne verkoeling hebt op je lippen. En dat kan best wel aangenaam zijn, vind ik zelf. Dan waren dit mijn favoriete producten van augustus. Ik ga het lekker terug in mijn stash stoppen, zodat ik het weer kan gaan gebruiken. Ik ben benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt getest en of dat je net zo enthousiast was als dat ik ben. Of dat je misschien helemaal niet enthousiast was, dat kan ook. Misschien wil je nog eens een van deze producten testen. De trendeditie van Hello Kitty van Essence kun je op sommige websites online nog wel kopen. En dat geldt ook voor de Catrice Limited editie van Summer Obsessed. In de winkel zul je ze niet meer kunnen vinden, denk ik. Maar online zijn er sommige verkooppunten die nog wel producten verkopen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!